Hallo beste medegeeks en nerds en welkom bij een nieuwe aflevering van Superpower Unlimited. Ik ben Wouter Brugge, dit is Dennis Mons. Waar gaan we het dit keer over hebben, beste Dennis Mons? Nou Wouter, we zijn naar Shazam geweest, dus daar hebben we een uitgesproken mening over. Er is een nieuwe Endgame special look trailer. Ja. We hebben meer nieuws over de Eternals. Netflix wil een eigen superheldenfilm gaan produceren. Waarom niet? Pennyworth, daar is een teaser trailer van verschenen. En we hebben wat te melden over Gotham en de Joker. En dan sluiten we af met een aanrader. En dat was hem dan weer. Oh nee, dat was hem nog niet lang niet. We gaan nu pas beginnen! Er zijn twee films dit jaar waar ik ontzettend hyped over was. En natuurlijk in de eerste plaats is dat Avengers Endgame. Maar op de tweede plaats is dat heel erg verrassend een DCEU film. Namelijk Shazam. En we hebben hem eindelijk gezien. Hij gaat deze week in de bioscoop verschijnen. Vandaag zelfs, als ik het goed heb. Ja, vandaag zelfs. Maar wij hebben hem al vorige week mogen aanschouwen. En ik werd er best wel blij van. Ik werd er best wel vrolijk van. Het was een leuke, grappige film. Wat vond jij, Dennis? Ja, ik had echt nul verwachtingen in tegenstelling tot jou. Ik kijk ook uit naar twee films. En dat is natuurlijk de laatste Star Wars film en Endgame. Oké, okay, ik geen Star Wars films. Ja, dat geeft helemaal niks. Dat is ook, ja, hoe zou dat nou komen? Maar los daarvan, ik had echt helemaal geen verwachting van deze film. Ik ken de character ook niet goed. Ik heb de trailer gezien. Ik vond de humor nogal flauw. They seem nice, but don't buy it. It's real Game of Thrones around here. Dude, just messing around. Ja, dit is hilarisch. Dat was het hele ding, want ik verwacht er ook weinig van. Ik bedoel, wat hebben we nou eigenlijk van het DC gezien waarvan je heel erg blij wordt? Maar door die trailers werd ik juist een beetje gehyped. Want het hele gegeven van, weet je, superheld zijn is eigenlijk een little boy's fantasy, ja, toch? Of little girl, maar ja. Ja, het mag ook een little girl zijn, maar over het algemeen is het een little boy's fantasy. Het is fantasy. De reden waarom wij allemaal zeg maar into the comics en into the superheroes zijn gerold. Het is gewoon iets waar je mee opgroeit. En daarom Shazam, het feit dat hij, het gaat over een klein jongetje en die komt in een tram terecht en daar komt die tovenaar tegen. En die tovenaar die geeft hem powers. En niet alleen powers, maar hij geeft hem ook de ability om te veranderen in een fucking gespierde, nou, een soort van perfecte versie van hemzelf. Ja. Gespeeld door Zachary Levi. Say my name so my powers may flow through you. But I don't know your name, sir. Shazam. Wait, for real? En hij kan ook echt alles, deze Shazam. Hij is echt bijna Superman powerful. Misschien wel net zo powerful als Superman, behalve dan dat hij geen laserstralen uit zijn ogen kan knallen. En dat hebben ze wel geprobeerd in de film. En dat hele gegeven levert wat mij betreft echt leuke situaties op. Maar wat me wel erg opviel was dat de film pas leuk werd toen Zachary Levi in beeld kwam. En dat duurde echt best wel een half uur of zo. Ja, ja, het is ook wel zo dat, nou ja, ik vond de film daarvoor vond ik ook al interessant. Omdat het gaat echt om Billy Batson die een pleegkind is. En echt gewoon moeite heeft om zichzelf een plek te geven op deze planeet, zeg maar. En zeker binnen het stiefgezin waar hij terechtkomt. Hij wil eigenlijk ook helemaal niets te maken hebben met zijn stiefbroertjes en zusjes. En dat maakt ook gewoon de overgang van een jongen die zijn kop in het zand steekt en in één keer gewoon een soort verantwoordelijkheid krijgt. Vond ik echt heel schattig. Vond ik heel tof. What are your superpowers? Superpowers, dude, I don't even know how to pee in this thing. Alleen ja, dit is echt best wel een comedy. Maar het is absoluut een comedy. Het is pas een ik comedy. Ik heb ook heerlijk gelachen. Ik vond het echt een grappig film. Er waren een aantal mensen die ik van tevoren al sprak van ja, in die Amerikaanse humor zit ik helemaal niet op te wachten. Dat valt best wel reuze mee. Het is gewoon een hele degelijke, grappige film. You have bullet immunity! I'm bulletproof. You're dead. Sorry about your window, but night. You're welcome for not getting robbed. Oh hey, sup, I'm a superhero. Ik vind het al 7,5 uur waard of zo. Nou, misschien al een 8 jaar. Ik denk, voor mij is dit de tweede echt goede DC film. Ja, naast Aquaman neem ik aan. Wonder Woman. Ja, oké. Okay, okay. Aquaman vond ik wel oké. Okay. Ja, Wonder Woman. Ja. Die trailers van Avengers Endgame die komen elke keer weer uit onverwachte hoeken. Ja. We worden eigenlijk niet eens gewaarschuwd. Nee. Hier heb je een trailer, hier heb je nog een trailer. Nee. Maar ik ben nog steeds niet erg gechoqueerd of verrast of enorm geëmotioneerd. Nee, deze special look is, zegt natuurlijk helemaal niks. You could not live with your own failure.
Where did that bring you? Nou, wat we zien eigenlijk dat Tony Stark en Steve Rogers vriendjes weer met elkaar zijn. Ja. Dat is misschien een van de meest shockende dingen die hierin zitten. En het feit dat de Avengers naar Thanos gaan. Ja. Dat is wel duidelijk. We zien ook dat shot inderdaad met dat schip van Thanos en we zien hem ergens op zitten. Intrigerend, vooral vanwege het feit dat de Russo Brothers hadden gezegd dat dat Disney slechts de eerste 20 minuten van de film mocht gebruiken voor promo. Stel je voor dat dit al in de eerste 20 minuten is. Dus moet je nagaan, als dit al in de eerste 20 minuten zit. Ja. Het lijkt me heel stug hoor. Ja, misschien is er wel een groter evil, een extra evil. Daar gaan ook al wat theorieën over, heb ik langs zien komen. En de meeste daarvan zijn een beetje far-fetched. En dat komt ook omdat we nog echt geen flauw idee hebben wat er in Avengers Endgame gaat gebeuren. Nee. Dus mensen die fantaseren er maar op los. Maar het zou best wel kunnen dat er nog een andere bad guy, schurk, antagonist aan de film wordt toegevoegd. Of een derde, een tweede eigenlijk. Ja. En ik ben zeer benieuwd wat dat zou zijn. I like this one. We hoeven niet lang meer te wachten op het hoge woord uit Avengers Endgame, want 24 april is de film in de bioscoop. Ja, en wij hebben hem wel eerder gezien, hoop ik. Ja, we gaan de dag ervoor gaan wel, dus we gaan je er al, we gaan je in ieder geval een beetje beperkt vertellen hoe hij was. Ja. Succes ook jullie om kaartjes te scoren op de eerste dag, want as we speak ligt Pathé plat. We weten nog weinig over de toekomst van het MCU na de Avengers Endgame, maar we weten wel dat de Eternals eraan komt. En er gaat een best wel heet gerucht dat Angelina Jolie een rol zal hebben in deze film. Nou weten we nog best wel weinig over deze film. Ja. En we weten nog best wel weinig over de Eternals. Heb jij inmiddels al in de comics gedoken? Nee, ik heb binnenkort wel een hele lange vlucht gegaan richting Chicago. Dus ik denk dat ik dan gewoon een beetje ga bijlezen. Ja. Ik heb wel even Cersei opgezocht. Die is wel het aangenaamst gekleed van de hele bunch. Ja, Cersei zou de character kunnen zijn die Angelina Jolie gaat spelen. Wat ook een optie is dat zij de openly gay character van deze film is. Marvel heeft al aangegeven dat ze een openlijk homoseksueel character willen hebben in deze film. Maar ja, het blijft nog best wel een gerucht. En het zou bijzonder zijn. Angelina Jolie is natuurlijk een fantastisch character. En het ding is meestal van Marvel films dat acteurs groot worden door die films. Angelina Jolie is al een grote actrice. Het gaat net even een beetje de andere kant op dan normaal gesproken. Anyway, ze is zich de laatste tijd wat meer op produceren en regisseren aan het richten. Maar ik bedoel, ik zou een uitzondering maken voor de MCU als ik haar was. Ja. Het is duidelijk dat Netflix ook heel graag op de superhelden bandwagon wil springen. Want ze hebben Umbrella Academy uitgebracht. En ze hebben Mark Miller aangenomen om zich te ontfermen over het hele produceergedeelte van wat Netflix gaat bieden op het gebied van superhelden. En hun eerste film heet Thunder Force en is met Melissa McCarthy en Octavia Spencer in de hoofdrol. Nou klinkt dat lichtelijk als aparte keuzes, vooral Melissa McCarthy. En waar ik me een beetje zorgen over maak vooral is omdat de man van Melissa McCarthy, Ben Falcone, gaat de regie doen. Ja. En ik heb één film gezien die zij samen... Het wordt een comedy. Dit wordt een comedy. Ja, natuurlijk. Dit wordt gewoon een comedy. Ik bedoel, Thunder Force, dat klinkt ook ontzettend lomp. Ja, die ook weer die andere film Spy of zo? Nee. Wat ik een probleem mee heb, is dat ik heb één film gezien met een collaboratie tussen Melissa McCarthy en Belle Falcone. En dat was The Life of the Party. Die heb ik niet gezien. Die moet je ook absoluut freaking lully nooit ever gaan kijken. Want ik vond dat was meteen de tip. Ik vond dat echt misschien wel, je weet, een van de allerslechtste comedies die ik in mijn leven heb gezien. I'm older, I'm wiser. This essentially a Google. Ask me anything. Turn off your Google. You're scaring me. I think my Google scared Jack last night. Oh my god. But in a good way. Dus Thunder Force, hou het in de gaten. Er wordt van alles gedaan met het DC Universe. Zelfs de butler van de Wayne-familie, de butler van Batman en Bruce Wayne. Alfred Pennyworth krijgt zijn eigen serie. En die is nou opeens op een channel genaamd Epix te zien. Of tenminste, die gaat komen. Die wordt geteased, inderdaad. Die wordt geteased. We zien Queen Elizabeth in deze teaser. We gaan terug in de tijd. We gaan naar de jaren dat Alfred Pennyworth jong was en bij een soort van geheime agentschap zat. Gaat echt helemaal nergens.
Ik kan moeilijk hier wild van worden. Is dat ook zo'n... Nee, het is niet in de comics ook. Waar ik het grootste... Misschien wel een of andere spin-off gekke. Nee, nee, er is een comic geweest waarin het verleden van Alfred Pennyworth... Ik vind het achterlijk voor woorden. Daar gaat helemaal nergens over. Hoezo is een voormalige special agent ineens degene die de koffie gaat halen voor een paar rijke stinkers? Ik vind het echt zo ver gezocht. Dat ga je dus allemaal meemaken in deze serie. Juist. Het grootste probleem dat ik ermee heb, is dat het weer helemaal los staat van alle universa die al gemaakt zijn. Yes, we hebben de DC Universe, yes, we hebben de Arrowverse, we hebben de DCEU. En dit is ook weer iets nieuws. Dit heeft ook weer, staat volledig los, eigen universum, gewoon een spin-off, een what-if. Maar goed, bekijk de teaser maar, kijk maar wat jij ervan vindt. My name's Alfred Pennyworth. By the way. Over DC spin-offs gesproken, wat is er allemaal gebeurd in de stad genaamd Gotham City voordat Batman er kwam? Ja. Daar is inmiddels 5 seizoenen aan serie aan voorbij gegaan. Gotham genaamd. Ik ben er vrij snel mee gekapt, al na de eerste aflevering. Maar alles wat ik erover lees, krijg ik steeds meer spijt dat ik ermee opgehouden ben. Want volgens mij is die serie batshit insane crazy gewoon. Nou ja, ik heb met heel veel plezier de eerste 2 seizoenen gekeken. Ik ben op een of andere manier niet doorgegaan. Dat gebeurt. Soms gebeurt dat. Maar iets te vaak ook, moet ik eerlijk zeggen. Ik ga het weer oppikken, want we hebben nu een glimps. Er zijn beelden gelekt van de set. Waarbij we nu te zien hebben gekregen hoe de Joker er uiteindelijk uit komt te zien. Dit is niet gelekt, het is gewoon een officiële teaser. Ja, maar er waren eerst nog 2 gelekt. En toen hebben ze alsnog die teaserfoto uitgebracht. Oh ja, nee, maar nu is het echt ook een teaserfilmpje en een foto. Ja, die foto heb ik wel gezien, maar echt, is er een teaser? Is er een teaserfilmpje? Oh, okay. I feel pretty. Something new, something beautiful. Gotham staat in de fik. Meerdere bad guys staan op de deur te rammen. En Batman is nu eindelijk Batman. En hij moet Batman ook wel zijn, want hij heeft de Joker om mee te vechten. Hij heeft de Riddler om mee te vechten. Hij heeft Bane om mee te vechten. Gotham is een zootje. Dus eigenlijk 5 seizoenen aan Gotham heeft geculmineerd in een soort van fikkende stad. Alles is crazy, iedereen is gestoord en Batman moet zijn ding gaan doen. Ik ben eigenlijk zwaar benieuwd naar die laatste afleveringen. Misschien moet ik gewoon alleen het 5e seizoen gaan kijken. Misschien is dat een idee. Maar hoe dan ook, kijk naar de Joker, hoe hij eruit ziet. Met zijn verwrongen bek, omdat hij natuurlijk in chemische shit heeft gelegen. En hoor zijn lach. En ik bedoel, ik ben wel redelijk overtuigd. Ik vind het een goede feest. I wanna be the star of the show. You don't have to do this. This is all for you, Bruce. This ends tonight. No, Bruce. Now it begins. Tot slot van deze Superpower Limited uitzending. Uitzending? What the fuck? Zijn we in Nederland 2? Nee, we zijn ook niet Nederland 3. Als afsluiter van deze Superpower Limited heb ik een hele fijne aanrader. Heel fijn. Ik wil het horen. Want ik wil het te doen hebben. Ja. Het ding was, ik heb afgelopen weekend, nou 2 weekenden geleden is dat dan inmiddels, stond ik op de mainstage van de Dutch Comic Con, Heroes Dutch Comic Con, en daar heb ik gesproken met een super enthousiaste dude genaamd Benedict Wong. Je kent hem vast wel als Wong uit Doctor Strange en ook uit Infinity War. Maar om mijn research te doen, heb ik even zijn nieuwste serie bekeken en die heet Deadly Class. En die is gebaseerd op een comic. Ja. En daarom ook heel erg geschikt van Superpower Unlimited. Speelt zich af in de jaren 80 en gaat eigenlijk... Ik noemde het ten opzichte van... Of tegenover Benedict Wong noem ik het zeg maar een R-rated Harry Potter. Het gaat over een school en die leidt kinderen van crime families op. This school trains creative problem solvers to master the deadly arts. Meet Marcus, the new rat. Welcome to King's Dominion. Rain check on the celebration. You're at the bottom of the food chain, like us. Maar het is vet. Deadly Class. Ik ga het proberen. Deadly Class. Qua sfeer en sowieso Benedict Wong is een ijzersterke rol. En al die jonge acteurs zijn ook allemaal heel erg goed. En de actie is fantastisch. Dus, en het is gebaseerd op een comic, dus wat wil je nog eigenlijk meer? It's a cold, cruel world.
You can't survive without a family. Even if they are liars and murderers. Dankjewel voor het kijken van deze aflevering van Superpower Unlimited. Over 2 weken zijn we er weer. En vergeet ook niet de geschreven versie van deze rubriek te checken op pu.nl. Die is wel wekelijks. En like en subscribe, toch Dennis? Absoluut. Dat moeten ze doen, hè? Episch. Later!